Chinees nieuwjaar vandaag ingeluid. TCT zit roekeloze rijders op de hielen. En Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie opent kantoor in Guyana. STVS met het journaal op maandag 8 februari. Aan u allen een fijn Chinees nieuwjaar toegewenst. President Desi Bouterse wil graag meer van de positieve eigenschappen van het jaar van de aap zien. Het staatshoofd richtte zich op de collectieve inspanning. Bouterse heeft vandaag het Chinees nieuwjaar ingeluid in de zaal van de Chinese vereniging Zhenghua Fuikong. We hebben het moeilijk zoals de voorzitter zei. En dat betekent dus dat we abifus pa'anu makandra. Dat betekent dat we de handen in elkaar moeten slaan om deze moeilijke momenten door te komen. Maar vanuit de karakteristieken van de aap betekent het dat er perspectieven zijn. Onze Chinese broeders zullen hierbij, net als de rest van de samenleving, een bijdrage leveren zoals ze altijd geleverd hebben. Overigens bekend dat deze tak van onze gemeenschap ruim 160 jaar is. En natuurlijk zijn bekend dat de winkeliers, dat waren onze omoes van vroeger. Vandaag in de dag hebben we niet alleen maar omoes, maar we hebben ook landbouwers nodig. We hebben ingenieurs nodig, we hebben industriëlen nodig. We hebben doktoren nodig. Kortom, we hebben wetenschappers nodig om door te gaan met de ontwikkeling van het land. De inleiding van het Chinees nieuwjaar is rustig verlopen. De president bracht in dit kader een bezoek aan de Chinese vereniging Zhenghua Fuikong. Het bestuur van deze vereniging heeft een aantal doelen van het jaar kenbaar gemaakt, waaronder de versnelling en versoepeling van verblijfsvergunningsaanvragen voor Chinezen in Suriname. Tevens willen we de regering vragen om het generaal pardon dat verleend was aan de Chinezen door de vorige regering graag weer voort te zetten en goedkeuring van hun verblijfsvergunning spoedig mogelijk te maken en de werkzaamheden voor het verlengen van verblijfsvergunningen te versnellen. President Bouterse ontkent niet dat Chinese deskundigheid gewenst is in Suriname. Hij heeft daarom vandaag tijdens de inleiding van het nieuwe jaar opgeroepen tot bundeling, vooral tegen de economische uitdagingen die ook in Suriname voelbaar zijn. Wij gaan heel veel dingen samen met elkaar moeten doen. Ik wens u een goed jaar, ik wens u een gezond jaar, ik wens u een succesvol jaar. En niet alleen een jaar in gezondheid, maar een jaar met heel veel geluk. En een jaar voor verantwoordelijkheid, waarbij we de verantwoordelijkheden voor elkaar dragen. En dat vanuit deze gezamenlijke inspanning wij dit land uit de moeilijke periode samen zullen trekken. Verder werd de inleiding met de nieuwjaarsmaaltijd ingevuld. Dit in het teken van de versterking van broederschap tussen de Chinezen en alle andere bevolkingsgroepen in Suriname. En dat waren de beelden met betrekking tot Chinees nieuwjaar. Het ministerie van Transport heeft nog niet genoeg bewijsmateriaal om de chaos op sommige buslijnroutes aan te pakken. Busvergunningen van chauffeurs die roekeloos rijgedrag vertonen, kunnen niet worden ingetrokken door het ministerie. Er is wel een wet die het rijgedrag bepaalt, maar vooralsnog kan die niet worden toegepast. Wij hebben aangegeven dat we zoveel mogelijk bewijsmateriaal moeten verzamelen, want we hebben een wet, die wet staat daar en wij hebben een wet die ons aangeeft wanneer we busvergunningen mogen intrekken. Als ik geen bewijsmateriaal heb, kan ik niet intrekken. Dus u moet mij de ruimte geven om dat toch wel te doen. Verder is de minister van TCT ook op andere issues ingegaan. Eén daarvan is het verstrekken van subsidie aan particuliere vliegtuigmaatschappijen. De bewindsman zei dat de regering het subsidiebeleid op dit stuk zal herzien en waar nodig zal veranderen. Eigen vliegkosten, ik heb het al aangegeven. Het zijn particuliere organisaties die vliegen en de mensen hebben hun tarieven.
En de overheid zal natuurlijk subsidies verstrekken waar dat dringend noodzakelijk is. Waar het niet dringend noodzakelijk blijkt te zijn, dat zal de overheid jammer genoeg niet meer kunnen subsidiëren. Ik denk dat vanwege die overgang we een situatie krijgen waarbij mensen inderdaad zelf zoveel als mogelijk moeten betalen of een hoger tarief moeten betalen, maar dat is een omstandigheid. We kunnen natuurlijk verschillende constructies hanteren, maar in elk geval denk ik dat we voor wat dit gedeelte betreft duidelijkheid hebben, misschien nog een maandje, waardoor wij precies weten wat wij ermee doen. In elk geval zal de subsidie niet meer zo verstrekt worden als het voorheen gebeurde. Over ongeveer 2 maanden kunnen er vanuit Suriname weer rechtstreekse vluchten naar de Verenigde Staten van Amerika worden uitgevoerd. Dit werd door minister Rusland vorige week bevestigd in de Nationale Assemblée. Wij hebben ook huiswerk. Wij moeten natuurlijk de luchtverbindingen zo goed als mogelijk in place brengen. Want als de mensen besluiten om naar Suriname te komen, dan moeten ze natuurlijk interessante luchtverbindingen hebben, aangename luchtverbindingen. En daar zijn we ook mee bezig. Voor uw informatie mogen dienen op dit moment, voorzitter, dat wij weer hebben gefiled voor de rechtstreekse vlucht met Amerika. En in april is TSA hier om natuurlijk de zaak verder te analyseren. En indien het lukt, kan Suriname wederom rechtstreekse vluchten op Amerika uitvoeren. En dat zou natuurlijk heel prettig zijn voor de Amerikaan die eventueel een beetje in de jungle wil komen neuzen in Suriname met een rechtstreekse vlucht. Dit is onderdeel van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. De vorige week is een deel van de regering in de tweede ronde van de behandeling op vragen en opmerkingen van het parlement ingegaan. De begrotingsbehandeling wordt in de loop van deze week voortgezet. De districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, is bezorgd over de werkloosheid die er momenteel in het gebied heerst. Vooral jongeren zitten zonder een baan. Met de afvloeiing van personeel bij het goudbedrijf IM Gold is de groep werklozen groter geworden, gaf de burgermoeder aan. Pinas merkte verder op dat ze niet helemaal tevreden is over de aanpak van de ordening van de goudsector in het binnenland, met name in Brokopondo. Daar hebben zaken zich voorgedaan waarvan ik kan zeggen het kwam beter. En ook vooral, u weet, een van de dingen die mij eigenlijk niet zo goed is gegaan, is het goud gebeuren in het district. De werkloosheid dat we hebben, de jongeren kunnen geen werk vinden, we weten hoe dat toe gaat. En IM Gold sluit zijn deuren, niet officieel, voor een paar van hun ze moesten doen aan afvloeien. Dus dat zijn die kleine dingen die mij gehinderd hebben. Volgens Pinas wordt het steeds moeilijker voor de illegale gouddelvers om hun activiteiten uit te voeren in concessies van bedrijven. Uiteindelijk worden ze toch verwijderd door de concessiehouders. Vanwege het ontbreken van voldoende werkgelegenheid in Brokopondo zijn de illegale goudzoekers genoodzaakt om met steun van DC Pinas bij de multinationals te pleiten voor een plek. Het lukt niet altijd hiervoor een oplossing te vinden, merkte de DC op. Er is een overeenkomst getekend met de voormalige IM Gold toen der tijd. En Cross Rosebelt weten we nog. En het is een overeenkomst waarvan we kunnen zeggen, bijna kan je niet bewegen. En nu zitten we met de gebakken peren. Je moet eruit komen. Op welke manier denk je eruit te komen? En dat is nog steeds de vraagstuk. Want IM Gold op dit moment, die heeft al een overeenkomst van 40 jaar. Een contract, een beschikking in hun handen. En we weten allemaal hoe dat toe gaat. Dus wat we moeten doen, is blijven praten. En dan blijven wij in Brokopondo, waar de bewoners in dit district erop gebrand zijn om te produceren in de landbouw.
Districtscommissaris Yvonne Pinas benadrukte bij de officiële launch van Afro-coöperatie Wiuma Fusranang afgelopen zaterdag dat de overheid dient te faciliteren als mensen willen produceren. Met het Kokori-project in Kapasikele is het bewijs geleverd, want in juli 2015 lanceerde de coöperatie de Kokori Cassave ontbijtpap. Sa e wati a dei wa poklai odoro na brokopondo fuga puste presif de opo ku de pran a presina lemti na ala so dinya ku ton srana tak wi wania unu nesto e wati lanti fu lanti jumoni fu produce a ina khasani sa de aksimita de se juwa machine da wo sori ta ku de estat fu lei fersrat san jisrana. Adawi. Deze u abe in u usrepo e potu gro opo usrepe prani, usrepe du alasani. Ma no no alas maestro lanti lanti lanti, uno wana sanda di suka machin. Minister Suresh Algu van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaf aan dat Kapasikele geschikt is voor het uitoefenen van landbouw. En omdat hij onderkent dat de regering dient te faciliteren, doneerde hij een machine zodat de bewoners kunnen produceren. Kasawa, dat nou wampo de gewas. En te ulu kwa herkari kom, dat de mij importeer kasawa meel, like chips, de frietjes, noem maar op ter waarde van meer dan 250 miljoen US dollar. En het is buiten kari kom. Dat betekent dat Suriname een bijdrage kan leveren. If binnen CARICOM een mogelijkheid is. En aan de cijfer is aan om niet te keer. Dat is ook even ook in mijn cijfer. Dus meer dan 250 miljard. Dat men importeert producten voor cassava door zeven CARICOM. Dus dat betekent potentie. De. Maar daarnaast ook je tra-tra-fruit, tra-grong-yang, zoete pataat. Laten we Kapasikele 500 sinaasplantjes die vanuit Brazilië komt ook doneren. En dat zeg ik nu weer. 500. Dus je kiest 5000 voor de Sirikaba. 500 sinaas. Nagaan 14 US cent tot aan Suriname per stuk. Deze. Dus potentie, hè? Je moet stimuleren. Ik kon er een abtien zo'n economisch probleem, maar een hersenen op probleem toch. We hebben karakter toch. Dus dat betekent gezamenlijk produceren. En dat kunnen we. Een machine door ook maar, dat weet ik ook toch. En een regering, het doet ze niet. Het is aan de overkant. Ik denk, hoe maakt het? Volgens mij is de mouw aan bos 20 hectare, Avarasi 5 hectare en Morofara 10 hectare. Dat is de afspraak. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, John de Goyo, die vanaf het begin de coöperatie ondersteund heeft, doneerde een machinale cassave rasp aan de vrouwen. Ook kondigde zij de lancering aan van een vrouwenraad die in werking zal treden op 8 maart, de Internationale Dag van de Vrouw. Aanwezig op de bijzondere dag waren het staatshoofd Daisy Bouterse, minister van Handel en Industrie Sigrid Burleson en enkele DNA-leden. En dit was het Nationaal Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.